even opgemaakt. Ik heb een keer mijn ogen anders. Ik vond het wel leuk. Ik heb een tosti gemaakt, want dat is het lekkerste ontbijtje. Lekker warm en lekker kaas. En ik hou ervan. Ik ga dat eventjes opeten. En dan ga ik een beetje mijn kamer opruimen, want hier liggen allemaal spullen. En ik heb ook echt superveel bonnetjes die ik bewaard heb. Want ik heb samen met mijn moeder uitgerekend hoeveel ik kan uitgeven per week. En dat was ongeveer 125 euro, geloof ik. En ik hou dus elke week bij hoeveel ik uitgeef. Zodat ik zie van, oh, ik heb deze week 30 euro gespaard of ik heb 10 te veel. Dus daarom bewaar ik al die bonnetjes, zodat ik dus alles opschrijf. En zoals je ziet heb ik vanaf afgelopen week, vanaf maandag tot met vrijdag, niks opgeschreven. Dus dat ga ik even doen. Ik ben weer klaar ervoor om het huisje uit te gaan. Ik heb even mijn haar gefeund, een beetje me aangekleed. Wat leuks aan gedaan. En dan ga ik nu lekker naar Valletta toe. Ik moet nog steeds boots hebben. Dus laarzen of enkellaarzen. Enkellaarzen is iets meer voor mij. Maar degenen die mij kennen, ik draag altijd gimpen. En ja, ik vind laarzen gewoon niet zo heel leuk. Maar ik heb het wel nodig, omdat als het hier regent, sta je met je enkels tot in het water. En dat wil ik niet. En laarzen die kunnen je voetjes droog houden. Dus ik moet dat wel echt gaan halen. Dus ik wil, ja, of ik het leuk vind, dat wordt nog een hele uitdaging, want ik ben heel kieskeurig. Maar we gaan het proberen. Ik ga nu eventjes nog een lekker sigaretje roken. En dan daarna gaan we lekker on the road. En het is heerlijk weer. Oh, ik ben trouwens dit aan het kijken. Koffijn, die gaat in de 24 uur een 100 abonnees krijgen. Voor degenen die het weten, Koffijn is een YouTuber. En hij gaat vanaf 24 uur livestreamen op YouTube, dus dan ben ik een beetje aan het kijken. Maar dat kan ik niet de hele dag doen, want ik moet boodschappen nog doen. Laarzen halen. Dus ik heb nog veel te doen. Zo, daar gaan we dan lekker naar opgaande grond. En dan gaan we lekker naar Valletta toe. En het is echt heerlijk weer. Ik kan lekker mijn korte broekje aan. Vind ik echt super chill. En ja, zoals ik al zei, we gaan dus laarzen halen. En ik hoop dat het dat gewoon een beetje leuke dingen zijn. Want eigenlijk, ik wil geen laarzen. Maar het moet. Ik heb een zwartvakantje. Ik ben naar huis aan het lopen. Ik ben bijna thuis. Ach, die trappen elke keer. En ook nog deze heuvel op. Pittig, maar goed. We gaan door. We moeten door. Zoals ik jullie al had laten zien, heb ik nieuwe schoentjes. En oké, het zijn geen boots. Maar die boots zijn allemaal zo met veters. En vind ik allemaal niet zo mooi. Past niet echt bij mij. Dus ik heb nu gewoon van die enkellaarsjes met een hak. En ze lopen heel fijn met een brede hak. Maar het is dus lak en ik denk dus dat dat beter tegen regen tegenhoudt dan laarzen met suède. Dus vandaar. Ik ben lekker de vlog aan het editen. Het gaat deze week best wel snel, want ik heb gewoon vloeiloos gevlogd. Dus dat ik niet allemaal haper in me praat en dat ik dat moet knippen. Dus dat is echt super fijn. Het is nu 4:05. En dat betekent lunchtijd, want ik heb honger. Dus ik ga even lekker een eitje koken. Of nou ja, een lekker omeletje maken of zoiets. Daar heb ik echt zin in. Dus wat pak ik? Knoflookpoeder. Italiaanse kruiden. Peper, zout en olie. Dat ziet er uit. Wat ruikt er
is er iets anders uitgekomen dan ik had gehoopt. Ik had helaas te weinig poging in gedaan. Dus het bleef helemaal vastplakken. Maar goed, nog steeds heel lekker. En ik ga even lekker een beetje YouTuben. Ik ben helemaal vergeten om mijn schoenen te laten zien die ik bij de New Look heb gehaald. De New Look is eigenlijk mijn favoriete winkel hier. Want verder hebben ze Boom Bear, ook heel leuk. Maar New Look Perska zijn eigenlijk de winkels die hier leuk zijn. Verder is niet zoveel te vinden. Maar omdat het dus hier, als het hier regent, dan is het echt een puinhoop. En dan staat het je enkels in het water. Dus wat ik dacht, ik ga boots halen. Maar die hebben heel veel veters. En daar is vaak dan een opening waar gewoon water in kan. Dus toen dacht ik ga laarzen zoeken. Maar ik zag alleen maar laarzen met hakken. Dus ik heb deze gehaald. Het is lak zoals je ziet. En dat is iets wat ik eigenlijk echt heel erg mooi vind. En het is een blokhak die echt heel dik is. Dus het loopt echt super lekker. En je ziet aan deze kant, nergens kan water erin. Alleen hier bij de rits kan er water in komen. Maar als je goed kijkt, zelfs die rand is lak. Dus ik denk dat bij deze schoenen, er komt heus wel wat water in. Maar ik denk dat dit wel echt een perfecte oplossing is. Kijk, de korte broek is natuurlijk niet het mooiste. Maar ze hebben zo'n punt. En dat vind ik heel chic. En dan een hak. Ze glimmen echt mooi. Dus ik denk, ik kan hier best wel prima op lopen. Dit is gewoon perfect voor als het regent. En ik heb wel dat het een beetje open is. Maar ik heb gewoon een paraplu natuurlijk. Dus die houdt alles boven mij droog. En mijn hiel is sowieso een stuk van de grond. Dus dan denk ik van nou, dat kan niet nat worden. Dus het enige wat zou kunnen is via de rits een klein beetje. Dus ik denk dat dit al een perfecte oplossing is. En het is nog steeds gewoon fabulous. Dat vind ik gewoon belangrijk, ja. Ik ga geen schoenen kopen die ik heel lelijk vind. Ook al is het alleen maar voor de regen. Ik heb snel eventjes een boodschaplijstje gemaakt. En dan ga ik nu lekker naar de supermarkt toe. Want ook mijn water en mijn Sprite is op. En ik heb echt fucking dorst. En ik heb gewoon even niks in huis. Dus ik moest echt even gaan. Deurtje dicht. Zo. Lichtjes uit. En daar gaan we dan. Je ziet het. Ik ben terug boodschappen. Dit is niet alles. Het lijkt weinig. Maar er liggen in de koelkast nog heel veel. Dus ik heb me echt kapot lopen sjouwen. Ik had deze tas helemaal vol. Ik had deze tas helemaal vol met flesjes drinken en tomatensaus. Dus ik ben echt kapot. Ik ga even wat drinken. Wat knabbelen, denk ik. En even editen weer. Nou, ik ben alweer een tijdje aan het koken en wat ik aan het maken ben is macaroni à la oma. En zo noemen wij dat in de familie. En dat is tomatensaus met ui en stukjes ham. Als je dat hebt gedaan, kook je pasta. Normaal macaroni, maar dat hebben ze hier in Malta niet. Niet dat elleboogje. Dus ik heb van die strikjes en dat doe je bij elkaar. Zoals je ziet heb ik het nu bij elkaar gevoerd. En als laatste stap doe je er pas kaas doorheen, mengen en dan plakt het helemaal aan elkaar. En zoals je ziet is het nu helemaal plakkerig en kazig. Nou, hebben jullie weer een receptje voor jullie eigen familie? Na een paar uur is de vlog eindelijk aan het renderen. Dan heb ik hem een keer op zaterdag online, dat is nieuw. Nou, zoals jullie zien, ik heb een blouseje aan, ik heb wat netjes aangedaan en ook gewoon een nette broek. Want ik ga naar een conferentie toe. Ik heb mezelf. Nou ja, ik hoorde afgelopen vrijdag dat een collega van mij, Svetlana, waarmee ik heel vaak naar conferenties ga. Dat zijn weer naar een conferentie moest, maar dan op zaterdag. En ze had er geen zin in. Dus ik zei van nee, ik wil wel mee. Dan maakt het misschien iets leuker voor je. Het is nu zaterdagavond. Het is bijna 7:30. En ze komen zo meteen ophalen. En dan gaan we naar een hele coole conferentie. Het is geen business talk, geen saai shit. Het is een fucking MMA gevecht. Er zijn er allemaal van die gespierde Maltesers. En van die sexy shorts. En dan gaan ze gewoon elkaar helemaal beuken. En daar ga ik foto's van maken.
Dus dat vind ik heel gaaf. Het is er een hele uitdaging, want mensen die heel veel bewegen op foto's, om die scherp vast te leggen is een uitdaging. Maar gelukkig is Svetlana erbij, zodat ik aan haar kan vragen hoe en wat. Dus vandaar een beetje netjes aangekleed. Ik heb mijn pas bij, zodat ze zien dat ik van Studio 7 ben. Ik heb de camera in de tas. Die had ik afgelopen vrijdag al gekregen van Svetlana. En dan doe ik nog even mijn jasje aan. En dan gaan we lekker erin. Ik heb de camera in mijn tas zitten. En ik ga nu buiten wachten op Svetlana, mijn collega, die komt ophalen met de auto. Dus dat is echt super chill. Ik kon ook gewoon lopen naar de conferentie, want dat is ongeveer 10 minuten. Maar heel lief dat ze me ophaalt dus. To be the best, I'm undefeated. My star is everlasting, and I will never back down. And fuck, we win, you lose, we live, you die. Terug van het event. Het was fucking gaaf. Ik heb nooit... Kijk, ik heb boksen wel eens op tv gezien, maar als je er echt bent en je hoort die klappen en iedereen gaat woe, dat is zo fucking vet. Dus ik heb het echt gezellig gehad en met mijn collega was het ook echt super leuk. Ik heb toffe foto's gemaakt. Het was wel lastig, want als ik boksen... Kijk, ze zaten in een ring met een letter omheen, dus het was heel lastig focussen op hun, want hun bewogen en dan ging je steeds op het net. Focussen, dus dat was lastig. En toen heb ik ook nog even met een andere collega waar ik het wel mee goed kon vinden. Die was het licht aan het doen. En die stond op het balkon om zeg maar de spotlight op de boxers te doen als ze dan op het podium of in de box gingen. Dus ja, daar heb ik ook nog even bij gestaan. En zo laten we dan als foto's aan het maken, mijn collega.
Dus ja, ik heb echt een leuke avond gehad. Een hele goede morgen allemaal. Ik ben mijn ochtend lekker rustig begonnen. Ik heb gewoon meteen een ontbijtje gemaakt. Ik heb een tosti gemaakt met wat olijfjes. En ja, dat ga ik even lekker opeten. Ik ben al wel gedoucht. En ik zie vandaag al wat ik doe, want het is vandaag echt scheidweer. Want het is, zoals jullie zien, super bewolkt. En op de weervoorspelling zag ik dat het vandaag de hele dag 80% was met regen. Dus ik ga lekker, denk ik, vandaag gewoon lekker thuis chillen. Lekker koffie-outfitje aan. Oké, het dondert dus heel hard. Dat betekent een lekker lui dag hier. Ik heb echt het lekkerste zondag ooit. Het is gestopt met regenen, maar het is nog steeds best wel koud en schijt weer. Dus ik ben lekker YouTube aan het kijken. En ik heb alvast eten, want het is ongeveer 3:30 nu. Maar ik heb echt honger. Dus ik dacht van, nou, dan ga ik nu avond eten en dan vanavond eet ik iets kleins. Dus ja, er is niet veel over in mijn vlog, maar ik ben lekker aan het relaxen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en ik heb heel veel zin in stage, want ik ben helemaal uitgerust. Ja, zoals jullie horen, het regent. Dus ik heb een jas aangedaan, een soort van trui met korte mouwen. Parapluutje bij. Nee. Zoals jullie zagen, ging het licht niet uit. Ik kreeg echt een hartverzakking. Volgens mij doet de lift het niet. En is hij bijna vastgelopen. Dus ik ga lekker met de trap. Jezus, Mina. Ik schrok me kapot. Ik dacht, nee, ik wil niet alleen in de lift vastzitten. Goed, het regent, dus ik ga buiten niet vloggen. Ik zie jullie later. Ik ben lekker op werk aangekomen. De regen viel mee trouwens. Dus ik had niet per se mijn boots aan moeten doen, maar ik zie er wel zakelijk uit nu. Ik ga lekker aan het werk. Even een salade halen voor mijn baas. Want hij vroeg, ja, ben je iets aan het doen? Dus ik zeg, nee, wil je salade halen? Dus dat ga ik nu even doen. Tja, hiervoor is een stagiair ook handig blijkbaar. Werkvinger. Ik loop lekker naar huis van werk. Ik stopte bij een winkeltje waar ik ook nog langs ga om te kijken of ze sigaretten hebben. Dus ik liep naar binnen en die man, ik vraag ze aan die man, verkoop je sigaretten? Hij zegt, aan jou? Dus ik zeg, ja, aan mij. Nee, niet aan jou, want jij bent minderjarig. Ik zeg, helemaal niet. Ik ben 20. Hij zegt, nee. Ik pak mijn ID. Ik zeg, die moet te zien mijn ID. En toen moest hij keihard lachen. Hij zegt, nou, keek me zo aan. Nee, ik geloof je wel. Dus ik zeg, nee, je mag het echt zien hoor. Zegt hij, welke wil je? Zie ik er echt uit als minderjarig? Kijk, ik snap, als je misschien denkt dat ik geen 20 ben. Maar onder de 18? Dat vind ik wel heel gek. Maar goed, ik heb uiteindelijk toch sigaretten gekregen. En ik heb nu de hele dag op deze hakjes gelopen. Het ging best prima. Maar nu ik zo naar huis heb gelopen, sigaretten heb gehaald. Deze heuvel op moet. Doet toch een beetje zeer hoor. Oké, ik ga in de lift. Vanochtend deed hij het niet. Fingers crossed. Ik wil echt niet opgesloten zitten. Ik kreeg vanochtend zo'n hartverzakking toen het licht uitging. Oh my god. Maar gelukkig, ik zat niet vast. Damn it, mijn voeten. Pijnlijk. Zo, ik heb lekker een maaltje opgewarmd. Ik had nog macaroni aan de oma. Blobbertjes en wat zwarte olijfjes. Dus ik zeg, eet smakelijk. En ik ga nu lekker Holland Snacks topmodel kijken. Daar gaan we weer. Het is vandaag dinsdag, tweede stagedag van de week. Ja, wat gaan we vandaag doen? Ik weet het niet, we gaan het zien. Ik heb gisteren die twee video's, die slides video, heb ik naar de cliënt gestuurd. Dus dat is als het afgerond. Of hij moet vandaag een mailtje terug hebben gestuurd van, ik wil dingen anders. En dat kan altijd nog gebeuren, dat de klant achteraf nog dingen anders wil. Vannacht hoorde ik het heel erg onweren. Echt niet normaal. Als ik nu naar buiten kijk, is het zonnig en droog. Top! Ik ben klaar met werken. Lekker naar huis. Ik heb vandaag een rustige dag gehad. Er was niet heel veel te doen.
vandaag. Dus ik heb lekker mezelf een beetje bezig gehouden. Oh my god, jongens. Ik ben vergeten te laten zien wat ik heb gegeten. Ik kom thuis en ik heb heel lekker gekookt. Maar morgen ga ik hetzelfde eten. Dus dan laat ik jullie het zien. Maar het was verse rode bietjes met pompoen en ui. En dat had ik gewolkt met Italiaanse kruiden. En wat olie en zo. En dat was heel lekker. Lekker gezond. Dus ja, dat heb ik gedaan. Ik ben nu op Videoland een nieuwe miniserie aan het kijken. En dat is Yolanda Hadid. Dat is de moeder van Gigi en Bella Hadid. Twee topmodellen. En die moeder die gaat dus tieners helpen om ook model te worden. En dat zijn echt meisjes van 13. Dus dat vind ik wel heel leuk om te kijken. Dus ja, en ik ga even een klein beetje chocola eten. Ik heb deze. Dit is echt mijn favoriet. Milk Oreo. En nu zien jullie alleen maar dat ik chocola eet. Maar ik heb net gezond gegeten. Morgen mensen, het is vandaag woensdag. En dan gaan we lekker naar werk. Ik zal vandaag op werk even uitleggen wat ik op dit moment aan het doen ben. Dat is ook wel leuk voor jullie. Maar eerst zorgen dat ik de bus haal. En dan zien we wel weer verder. Het is nu ja, echt de Nederlandse lucht. Een paar grote dikke wolken. En ik word bijna aangereden door een auto. Nee, maar het is gewoon lekker fris. En je ziet het ook al op die stangen. Dat het een beetje dauw is. Lekker fris. En ik moet zeggen, daardoor word ik wel beter wakker. Want als het 's ochtends benauwd is, ook niet zo goed tegen. Ik ben aan het werken. Ik weet het. Ik heb niet gevlogd. Maar dat komt omdat ik opeens een deadline had. En ik moest heel hard werken. Daarna had ik Zumba. Kon ik ook niet vloggen. Maar nu wel. Het is avond. Ik ben lekker een peek aan het roken. Ik heb net de bus gemist, want bij mijn werk is aan de andere kant van de weg. En daar wilde ik de bus pakken, want dat kan ook. Alleen blijkbaar niet. Dus toen moest ik teruglopen en toen liep ik aan deze kant van de weg. Hier. En daar zag ik dat die bus langs reed, dat die omkeerde. Dus uiteindelijk toch voor niks gewacht. Of voor niks erheen gelopen. Dus nu wacht ik aan deze kant van de weg. En ja, ik moet een kwartier wachten. Dan lekker naar huis, lekker eten. Ik heb super veel honger. Want Zumba is om 6 uur afgelopen. Dus ik ben 1,5 uur later thuis en dat voel ik wel aan mijn buikie. Dus ja, ik kijk er naar uit om lekker te eten. Ik ben lekker thuis. Ik heb mijn eten opgeruimd. Wat het is? Het is pompoen met rode bieten en ui. En daar heb ik wat kaas op gedaan, parmezaanse kaas. Dus ik wilde eigenlijk deze week proberen om elke dag eten te maken. Maar dan alleen met groenten. En in bonbon zitten ook wat koolhydraten, want dat heb je ook nodig. Maar ik dacht kijken of ik met alleen groenten gewoon vol kan zitten. Het is en goedkoop en het is gezond. Dus ik dacht ja, ik ga eens even kijken of het verschil uitmaakt of ik alleen maar groenten eet. En of het dan, ja, of mijn lichaam dan nog fitter wordt. Ik kom net uit de douche. Zoals je ziet zijn mijn haren lekker nog nat. Maar dan kan ik mijn haar morgen los naar mijn werk doen, want het is best wel koud. Vandaag het waarde heel veel, dus ik dacht van nou, lekker een warme deken morgen in mijn nek hangen. Even computer uitgezet, want ik ga lekker naar bed. Nou ja, naar bed. Het is 8 uur. Maar ik vind het altijd lekker om gewoon lekker in mijn bed te liggen, nog wat films te kijken, muziek te luisteren. En dan val ik vanzelf wel in slaap. Ik weet gewoon dat deze vlog niet zo heel spontaan. Er gebeurt niet veel. Dus ja, ik zat eraan te denken om hem niet online te doen. Omdat ja, het was niet echt heel interessant voor mijn idee. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, weet je, ik zit hier nu gewoon 1,5 jaar in het buitenland. Kunnen mensen zien hoe ik me voel en hoe ik het ervaar. Maar natuurlijk hoort het er ook gewoon bij. Als je bijvoorbeeld even een week hebt dat je gewoon nergens zin in hebt. Thuis komen, eten, douchen en naar bed wil. En ja, dat is gewoon realiteit. Dus ja. Maar volgende week komt mijn moeder. Dus dan heb ik ook een week vrij. En dan ga ik echt veel leuke dingen doen. Lekker uit eten. Lekker naar stadjes toe. Lekker met mijn moeder bijkletsen. En ik denk dat dat wel een hele leuke vlog wordt. Want dan zien jullie een keer echt heel veel van wandelen, denk ik. Maar ja, deze week was het lekker rustig. En ja, dat is ook wel eens gewoon lekker, denk ik. Tenminste, als je zelf gewoon het afgelopen dagen zo druk of afgelopen weken druk heb gehad. En dat je dan gewoon een week hebt dat je even lekker niks hebt. Dus vandaar. Ik ga lekker mijn hoofd op deze kussen planten.
En zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Zoals jullie zien ben ik thuis. Ik werd vanochtend echt super duizelig wakker. Dus als ik ging staan, dan was het allemaal wazig en zo. Dus ik dacht van nou, dat is niet goed. Ik blijf lekker thuis. Ik ga een theetje drinken. Ik heb een tossie gemaakt. Dus we gaan het vandaag even lekker een tandje rustiger aandoen. Nog rustiger dan ik het al deed. En ik ben een tijdje bezig geweest. En ik heb mijn nagels gedaan. Want het potje waarmee ik het moest vastlijmen, die zat helemaal vast. Dus ik heb hem met een mesje, heb ik hem open geprobeerd te snijden. En toen, ja, toen klapte die als het ware. Oh, is het verkeerde potje. En ja, nu zit het zeg maar zo los helemaal. Maar ik heb wel mijn nagels kunnen doen. Ja, dit is de kleur als het gewoon naturel is. Dus zonder look. Dat vind ik echt mooi. En ik heb ze niet te lang gedaan voor werk. Dus ja, daar ben ik even mee bezig geweest. En ik ga nu lekker een maskertje doen. En dan ga ik eindelijk deze gebruiken. Want die had ik dus nog liggen. Maar dit is eigenlijk voor scrubben. Dus ik ga eerst een maskertje op doen. Als dat ingetrokken is, ga ik het afspoelen. Dan ga ik scrubben met dit. En dan lekker douchen. En hopen dat ik het dan daarna een beetje mijn kop aan weg is. Want het bonkt echt. Alsof ik een baksteen erin heb. Het is tijd voor dit. Ik zie er weer beeldig uit. Ach. Lekker een relaxed dagje vandaag. Heb ik echt even nodig. Nu even wachten tot het wat droog is. En ondertussen lekker Walking Dead kijken. Want ik wil die echt uitkijken. Want seizoen 9 staat er nu op. En ik ben bij seizoen 3. Ik heb het wel eens tot met 7 gekeken. Maar dat is een tijdje geleden. En toen kwamen er weer nieuwe Walking Dead seizoenen uit. Dus toen dacht ik me, ik ga het opnieuw kijken. Dus seizoen 3. Daar gaan we. En ik lijk zelf een beetje op een walker. Dus past goed. Ik heb mijn masker eraf gehaald. En nu ga ik met dat nieuwe ding. Oh, dit is echt handig. Dan worden mijn vingers niet zo vies. En ik heb nu ook lange nagels. Dus dan blijft het er ook niet onder plakken. Ik ben lekker appelmoes aan het maken. Lekker appel met appel gesneden, water erbij en zo gelaten worden. En ik voel me al niet zo heel lekker, dus ik denk of ik ga soep eten, wat ik nog heb, of ik ga appelmoes maken. En omdat de appels voor mij al een beetje zacht werden, dacht ik, dit is perfect. Een hele goede morgen. Ja, ik voelde gisteren echt niet goed, vandaar dat ik niet gevlogd heb. Ik heb eigenlijk een beetje op bed gelegen en films kijken. Vandaag, ja, ik dacht ik ga maar naar stage. Het is nog steeds niet helemaal super, maar ik had geen zin om weer de hele dag ziek thuis te zijn. Ik heb vandaag een keer mijn leren jas aan en mijn witte schoenen. Dus dat is top. En dan gaan we maar naar de bus. Zo, ik ben bijna op stage. Ik kan echt mijn ogen bijna niet meer open houden. Ik ben weer een tijdje aan het werk. En wat ik heb gedaan is weer een slideshow video gemaakt. Met allemaal foto's hier in de logo van het bedrijf. En dat veet dan mooi in elkaar over. Dus dat is nu aan het renderen. En als ik moet wachten op de render, ga ik een beukje doen. Maar het regende wel. Dus ik ga in de deuropening staan. Zo, ik ben net thuis aangekomen. Oh, oeps. Even eten gehaald. En buiten adem. Ik heb snel gelopen, want het regent buiten zoals je ziet. Top. Ik had jullie gezegd, ja, ik ga deze week alleen groente eten als avondeten. Dat is goed voor je. Nou, je meid heeft alweer Mackie gehaald hoor. Ja, sorry hoor, maar ik had het echt niet voor. Gisteren had ik echt honger. En ik had niks anders in huis. Dus ja, toen ging dat hongergevoel een beetje naar bed. Dus ik ga nu lekker gewoon weer lekker gaan frieten weer hoor. Dan kom je binnen en is je kamer gewoon weer helemaal schoon. Kijk hoe cute die dekbed. En kijk dit. Het is toch net alsof je in een hotel woont. En mama komt natuurlijk dinsdag, dus ik had gevraagd of ze alle tweede bedden wil doen. Nou, echt super gedaan. Lekker in Love Island. Ik ben echt heel erg van het dansen. En volgens mij was een van de hashtags iets met dansen. Dus hij was zijn dansschoenen aangedaan in ieder geval. Dus zoals jullie zien lig ik lekker in bed. En mijn hoofd is een vlinder. Hoe toevallig, ik zie dat nu pas. Nou goed, ik ga de weekvlog afsluiten. Ik ga lekker naar bedje toe. Ik ga zo even het licht. Waar is het licht?
het licht. Ga ik zo uitdoen. En dan zie ik jullie graag volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Laters.